cool dat je kijkt naar nieuwe foodvideo's. Zoals je ziet ben ik weer een keertje in mijn eigen keukentje. Is het echt een complete chaos, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik ga vandaag in deze video 3 hamburgerrecepten met je delen. Omdat ik het leuk vind om ook een keertje buiten die tosties wat leuks te doen en wat lekkers klaar te maken. Dus het worden vandaag 3 hamburgerrecepten. En ik ga je in deze video een paar toffe functies laten zien van de LG G7 ThinQ. Heb ik in mijn vorige video ook gedaan, maar we gaan vandaag iets dieper in op de tips voor foodfotografie. Maar het allerbelangrijkste is, we gaan 3 hamburgerrecepten klaarmaken. Zijn jullie er klaar voor? Ben ik er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Let's do this! Ik ga vandaag aan de slag met een truffelburger, een Mexicaanse burger en een vegaburger. En die zijn alle 3 tering lekker, dat ga ik je ook aan het einde van deze video laten zien. En we beginnen met de truffelburger. Zin in! Voor de truffelburger gaan we oesterzwammen bakken in een pan. En dat doe ik in truffelolie. Zo. En terwijl de oesterzwammen bakken in de pan, kan ik je eventjes een functie laten zien op die LG G7 ThinQ. Waarbij je kan ontdekken wat voor paddenstoel het is. Dus sta je bijvoorbeeld in het bos en denk je, oh my god, wat is dit, kan ik het eten? Dan kun je hier kiezen voor, Dan kun je hier kiezen voor de Google Lens. En met die Google Lens, daar kies ik dus nu voor, ga ik scannen wat het is. En dat aanklikken. En dan zegt hij, oké, dat zou wel eens een enotikake zijn, een deer mushroom of een oyster mushroom. En het is natuurlijk een oyster mushroom, dus dat is top. En terwijl de paddenstoelen aan het bakken zijn, ga ik even een burgertje bakken. En dat doe ik gewoon tussen een tosti-ijzer. Want dat vind ik makkelijk. Maar ook belangrijk in de tussentijd, we gaan sla grillen. Deze 3 slabladen gaan ook tussen het tosti-ijzer. Zo. Zodra de paddenstoelen er een beetje zo uit komen te zien, zijn ze klaar. De burger die begint er goed uit te zien. Kijk, dat is top. Laat hem nog heel even liggen. En in de tussentijd ga ik het broodje alvast opbouwen. Dan begin ik met de blaadjes sla. Gebakken sla. Daarop gaat de burger. Daarop doe ik een dot truffelmayonaise. En dat mag best wel gewoon een eetlepel zijn. Daaroverheen doe ik de oesterzwammen. En dan is de truffelburger klaar. Een toffe tip voor het fotograferen van je eten vind ik dat je moet letten op de lijnen in de foto. Dus je ziet als ondergrond dit houten kistje en er zitten wat lijnen in. En dan is het mooi om je foto daarop af te stemmen. Ik ga je dat even laten zien. Kijk, bij deze foto heb ik gelet op de lijnen. Die zijn zeg maar recht, dus dat maakt de foto mooi. Bij deze heb ik daar niet op gelet. En dat vind ik altijd toch een beetje raar. Dat was tip 1. De tweede burger die ik vandaag ga maken is een Mexicaanse burger. En die ga ik dan insmeren met lekkere kruiden. En er komen nachos op. Aan de slag. Ik begin met een gewone burger en dan ga ik van die lekkere Mexicaanse kruiden gewoon overheen gooien. En deze unit bakken we af tussen het tosti-ijzer. In de tussentijd ga ik een simpele guacamole maken. En ik zeg een simpele guacamole, want ik gebruik daarvoor alleen een avocado. Klein beetje peper, klein beetje zout en een klein beetje knoflookpoeder. Het broodje kan ik alvast insmeren met de guacamole. Lekkere stikkelaar. De burger die is bijna klaar, maar ik doe nog even zo'n ranzig plakje cheddar op, zodat hij er lekker overheen kan smelten. Zo, dus deze jongen gaat op het broodje. Ik doe er nog even een augurk op. Lekker augurk. En het is nu tijd voor de allerleukste stap en dat zijn nachos. Ik pak een paar goede chipjes. En dit haal lekker zo. Hoppa! Dikke unit. Ik heb deze burger expres op een wit bordje gedaan. Omdat de burger ziet er gewoon anders uit. En dan kun je ook gewoon een beetje kijken wat voor bordje daar nou het leuk bij staat. En ook een belangrijke tip is dat je een beetje op de ondergrond moet letten. Dus ik heb nu een wit bordje wat best wel een beetje saai is. Maar dat kan ik opleuken door bijvoorbeeld zo'n grappig theedoekje onder te leggen. Ik heb natuurlijk de mooiste kant van de burger nodig. En dan zie je hier dat die ondergrond best wel belangrijk is. Dan zijn we nu aangekomen bij de derde en laatste burger van vandaag. En dat wordt een vegaburger. Ik heb er eentje gekocht met jalapeno's erdoorheen. Ik hoorde goede verhalen hierover, dus ik ben benieuwd. Ik begin met het maken van gegrilde groentes. En dat doe ik met een paar dingen, zoals bijvoorbeeld courgette en paprika. De gegrilde groentes gaan er echt wel mooi uitzien. Dus ik ga het burgertje er ook eventjes tussen leggen, zodat het ook warm wordt. Verder ga ik de burger zoveel mogelijk opbouwen zoals ik het normaal ook bij een hamburger doe. Zodat het zoveel mogelijk smaakt naar gewoon ja, een normale burger. Dus lekker veel mayonaise en niet te missen barbecue saus. Dan neem ik alvast wat gegrilde groentes. En daarmee ga ik deze unit beleggen. Om lekker dicht bij de klassieker te blijven gebruik ik ook in dit geval een plakje cheddar. En ik doe er ook wat augurk op. Gewoon omdat het vet lekker is en omdat het namelijk door ons smaakt. Het is een beetje een uitdaging om hem op te bouwen. Maar dat vind ik altijd dat het dan een goede burger is. Bovenkantje bovenop. En het prikje er doorheen. Want dit is echt een dikke unit. Eindresultaat.
Omdat deze burger er van de bovenkant ook wel een soort van leuk uitziet, heb ik hem nu even op een ander plaatje gezet en ga ik hem even van boven fotograferen. Kijk! En daar kun je zien dat het dus van boven soms ook mooi is. En dat het dus uitmaakt in welke hoek je het fotografeert. Zo, nu kun je even met mij meekijken. Ik wil jullie eventjes laten zien dat deze LG G7 ThinQ een camera erop heeft zitten waarmee die kan herkennen wat je gaat fotograferen. Dus ik ga nu ook hem hiervoor en herkent hij in beeld, staat hij nu goed. En zeg nou zelf, dat ziet er echt best wel lekker uit. En ook best wel vet, je hoeft dus helemaal niet een hele speciale camera te hebben voor foodfotografie. Dat kan dus prima met je mobiel. Bijvoorbeeld als ik hier bij mode zit, kan ik hem op manual zetten en kan ik echt alle instellingen aanpassen. Dus dat ga ik eventjes doen. En ik kan natuurlijk voor een filter kiezen, maar dat vind ik zelf voor foodfotografie vaak niet echt geschikt. Als een van de laatste tips wil ik nog graag even meegeven dat licht ook echt heel veel verschil maakt. Als ik tegen het licht sta, dan zie ik er zo uit. Maar als ik met het licht meega, dan zie ik er zo uit. Dus dat is echt best wel een groot verschil. En als allerlaatste tip wil ik je nog eventjes laten zien dat dit, deze courgette, hier natuurlijk ligt omdat ik dat heb bepaald. Ik heb gewoon bedacht, die courgette moet daar liggen, want dat is super mooi qua kleur. Dus heb je dat groen, je hebt dat oranje, je hebt hier dat geel. En dat maakt dat deze burger er vet aantrekkelijk uitziet. En over aantrekkelijke burgers gesproken, ik vind het echt hoog tijd om deze jongens eens eventjes uit te gaan proberen. Ze zijn natuurlijk helemaal koud, maar goed hè. Dat heb je als je een mooie foodfoto wil maken. We beginnen met de truffelburger. Oh, die sla is zo goed hierbij. Pak hem even. Vet heerlijk. Burger nummer 2 is de Mexicaanse burger. Nou, daar ben ik me ook altijd benieuwd naar. Klaar voor? Wow, knoflook. Ook lekker jongen. Chips op je burger. En het is nu tijd om de laatste burger te proeven. De Pega burger. Hij valt helemaal uit elkaar. Oké, let's do this. Wow. Misschien moeten we voor deze burger even een hard broodje gebruiken. Oh, het was super lekker. Dat was hem dan. 3 verschillende burgers, 3 verschillende bordjes en 3 verschillende foto's die je als het goed is nu hier omheen ziet. Ik weet niet of ik dit erin kan editen, maar het zou echt awesome zijn als we nu hier, hier en hier tevoorschijn komen. Ik hoop dat je mijn tips nuttig vond. Laat vooral jouw tip ook hieronder achter als je nog een toffe foodfotografie tip hebt. Laat ook eventjes weten welke 3 van deze burgers jouw favoriet is. Ik ga zeggen dat mijn favoriet is toch de truffelburger. Maar ik moet wel zeggen, ik vind het echt moeilijk kiezen hoor, want ik vond ze echt alle 3 heel lekker. Alleen deze is gewoon niet echt eetbaar. Wel een goed criterium vind ik eigenlijk altijd, dat hij niet eetbaar is. Maar het moet echt op een hard broodje, maar het is wel echt qua smaak heel lekker. Maar die, ja, niks kan truffelmayonaise natuurlijk overtreffen. Dus ja, heel lekker. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Thanks voor het kijken en ik zie je snel weer. Ciao!